the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Gezegend weekend, broeders en zusters. Vandaag hebben we de laatste aflevering over de hernutterszending in Suriname. Vandaag wil ik het hebben over de zending onder de negers in het binnenland. De langdurige strijd onder elkaar was in 1762 geëindigd en het vredestraktaat was door de koloniale regering in 1760 met de Okaners getekend en in 1762 met de Saramakaners. De gouverneur van Suriname, Wigbold Crommelin, wenste dat de broedergemeente ook onder hen een zending zou vestigen. De Saramakaners hadden namelijk zelf gevraagd om meer te horen over de christelijke leer, tot grote blijdschap van de broedergemeente. Rudolf Stoll en Thomas Jones werden uit Hernhut gezonden en kwamen onder leiding van broeder Dane. En in 1765 kwamen ze te Paramaribo aan. In december van hetzelfde jaar gingen ze naar de dorpen van deze boslandbewoners. Ze werden beschermd door de koloniale overheid en dat was wel prettig. En in februari 1766 bereikten ze over die gevaarlijke watervallen de Sentea Creek en werden vriendelijk ontvangen door het grootopperhoofd Abini. Hij liet een hut voor hen bouwen. Jammer genoeg overleed hoofdman Abini kort daarop, maar nog voor hij stierf, heeft hij ze voorgesteld aan zijn zoon Arabi, een verstandige jongeman. En hij zei aan die zoon: ik weet weliswaar niet wat deze lui zijn komen doen, maar wat ik echter weet is dat God ze naar mij toegezonden heeft. En Arabi heeft dat niet vergeten. En hij betoonde de broeders veel genegenheid en vriendschap. Eindelijk waren de broeders zover dat zij de taal van de binnenlandbewoners konden spreken om ze uit te leggen waarom ze daar waren en dat ze hun wilden vertellen over de enige God en zijn enige zoon Jezus Christus die de heiland van de zondaren was. Dit werd natuurlijk niet goed ontvangen door de afgodpriesters, de Gado of Obiamannen en de Lukumangs. En voornamelijk die oude vrouwen hieven een luid geschrei aan. Ze dreigden de andere bewoners met de toren van hun eigen goden, daar zij zich met die grangado van die blanke broeders hadden ingelaten. Zelfs offerden en baden zij om hun goden te verzoenen. En de Obiamannen zochten op allerlei manieren om het volk tegen de broeders op te hitsen. Dus je snapt dat ze 's avonds niet uit huis gingen, want ze waren bedreigd met de dood. Thuis hielden ze wel hun godsdienstoefeningen en met open deuren, zodat een ieder die langs ging, wist dat ze binnen konden stappen, dat ze uitgenodigd waren. Ze hebben geschreven in 1767, er is werkelijk meer gevaar dan we weten, maar we verlaten ons op hem die machtiger is dan alle anderen. Als hij ons als offer wil laten gebruiken, we zijn bereid. Hij doet ons slechts zijn zalige nabijheid genieten. En de Heer sterkte deze geloofsmannen. Niemand legde een hand aan hen. Natuurlijk, ze waren bedroefd over die koppigheid van de volwassenen, maar ze gaven onderwijs aan twee jonge mannen. Scipio, een schoonzoon van Abini, en Grego, die luisterden graag naar de verhalen. Er kwamen nog drie jonge mannen bij, maar die vijandig gezinde moeders haalden die weg. Dus alleen Scipio en Grego bleven over. Ze leerden zingen en bidden met de broeders en Stol vertaalde met hun hulp enkele liederen en gedeelten van het Nieuwe Testament. Het gebied daar bij de Sentea Creek was het middelpunt van de gehele stam en die offerfeesten en dat luid getier en geraas maakte dat de broeders verlangden naar een rustigere standplaats en Arabi heeft aan hun verlangen voldaan en bouwde hen een huisje, een beetje zuidwaarts de Quiana. Arabi voelde zich meer en meer aangetrokken tot de Heer,
Hoewel zijn grootmoeder, die een afgodspriesteres was, hem hierover danig bespotte. Omdat hij zich voegde bij die twee anderen, waren er anderen van het binnenland die meer en meer van de heiland wilden horen en sloten ze dus aan. En zo begonnen die broeders op de zondag openbare godsdienstoefeningen te houden. En in het begin hadden ze verschillende toehoorders, maar die ijverige obiamangs, vooral vrouwen, verstoorden steeds de diensten. En de enige die echt het woord van verzoening ter harte nam, was Arabi. En daarom werd hij op 6 januari 1771 als eerste gedoopt. Deze doopplechtigheid werd door de meeste inwoners bijgewoond. Hij vroeg zelf om de naam Johannes te krijgen als doopnaam. Maar daarna ontbrandde er een vreselijke storm onder het volk. Vooral die vrouwen waren woedend. Een van de dorpshoofden dreigde de broeders met de dood. Maar door de genade van de Heer werd geen haar op hun hoofd gekrenkt. In 1773 werd er weer een bewoner gedoopt, Janke. En hij kreeg de naam Simeon. In december 1774 werden de broeders genoodzaakt om te verhuizen naar Bombay. Het volgend jaar hebben ze 4 van de inwoners gedoopt, waaronder Scipio en Grego. Die kregen de namen van David en Christiaan. Zo was het een begin van de christengemeente daar, die door woord en wandel het evangelie beleden. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Dagteksten van zaterdag 31 augustus 2024. Malachi 3, vers 17. Zij zullen mij ten eigendom zijn, en ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Zij zullen mij ten eigendom zijn, en ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Malachi 3, vers 17. Het leerwoord is gehaald uit Matteüs 5, vers 9. Jezus zegt: zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Jezus zegt: zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matteüs 5, vers 9. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Hemelse Vader, geloofd en geprezen zij u nooit volprezen naam. Ook door de geschiedenis heen van Suriname lezen wij hoe uw geest gewerkt heeft. En als wij vandaag uit de dagteksten lezen: zij zullen mij ten eigendom zijn en ik zal ze sparen, zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient, dan weten wij dat u het bent die de wereld voor u wil winnen. En wij danken u voor die Heilige Geest, door wie wij dit mogelijk kunnen maken. En wij bidden en smeken u om ons te helpen, om ons genadig te zijn, o Vader. En dan moeten wij dit alles met schoenen van vrede doen, inderdaad. Want Jezus zegt: zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Dan hebben we u nodig, o Heer. Wat er ook op ons pad komt, hoe mensen ons ook bejegenen, dat wij eraan denken en dat we ernaar streven om die vrede van God die alle verstand te boven gaat. En dat we met onze pijn en onze smart of wat dan ook bij u kunnen komen, want we weten dat wij bij u hulp vinden. Als wij
onze ogen opheffen naar de bergen, dan weten we dat de hulp van u komt. En wij mogen geloven, geloven en vertrouwen op iets dat we niet zien, maar waarvan wij weten dat u de Heer der Heren en de Koning der Koningen bent. En zo willen we een ieder bemoedigen vandaag die we bij u brengen, zieken en bedroefden, zij die door angsten geteisterd worden, zij die niet weten hoe ze verder moeten, degene die ziek en zwak zijn, niet de moed meer hebben om verder te gaan. We danken u, Vader, dat wij voor hun mogen bidden en hen mogen bijstaan. Zo staan we ook bij elk kind, elke volwassene. We bidden ook voor de senioren burgers, voor wezen en weduwen en ieder waar ze doorgaan. Brengen we tot u en wij weten dat uw geest gaat waar wij zelfs niet kunnen gaan. Gebruik ons, Heren, maar helpt u ons ook om dit weekend, als wij de diensten zullen opluisteren, dat wij u alle eer en glorie geven en dat wij ons openstellen voor het woord dat u ons wil brengen. Zo vragen we u ook om een zegen voor de jarigen en vierenden en een ieder, o Heer, dat uw kerken mogen volstromen met hongerigen van hart om uw woord te horen. Gaat u met ons, Vader, als wij u loven en prijzen en alle eer geven tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Made for us.